Klokken klaar, publiek klaar, baan vrij, gladiatoren in de arena. We schrijven zaterdagmiddag 2 uur. Ahoy Rotterdam, de derde dag van de Rabobank Zesdaagse. De piste 200 meter, de arena is vrij voor de Masters of Sprint. Twaalf strijders, de winnaar takes it all. Jamie van der Lucht, Patrick Bos, Jordi Smit, Dimitri de Vouwen nog, Doenan, Craig McLean, Tim Veld, Teun Mulder, Chris Hoyros, Edgar, Roberto Chapa en de Bos, Theo Bos. Kwalificatie met een 200 meter sprint, A70 aan het uur. Duels der dapperen met z'n drieën. Winnaars fietsen de halve finale. Op het einde blijven de twee beste over. Zesmaal wereldkampioen en Olympisch zilver in de tas tegen de Olympisch kampioen op de kilometer en wereldkampioen Keirin. Theo Bos tegen Chris Hoy. Chris Hoy won de kwalificatiesprint in een nieuw baanrecord, maar Theo Bos wint de surplus. De psychologische strijd duurde een eeuwige 3 minuten en 3 seconden. Bos ruikt bloed de laatste 2 ronden. Stuurt hij de schot Chris Hoy, van wie hij de WK Keirin nog verloor, voor zich uit. En op de streep wint... Een mooie wedstrijd om een palmarès te schrijven. Nou, je kan hem erbij schrijven. Ja, inderdaad. Is leuk en vooral de wedstrijd op zich was een mooie wedstrijd. En eigenlijk wat het gaafste was is het publiek en zo. Er waren veel mensen waren erop afgekomen. En wat ik net in finale ook heel enthousiast waren ze. En daar ben ik ook heel erg content mee. Have we seen the Olympic final here? Well, I'd love to say yes. That's my dream to make the final of the Olympic sprint. But who knows? I certainly think Theo will be there. So it's up to me to prove I'm worthy. Een mooie titel op de immer groter wordende indrukwekkende erelijst van de snelste man ter wereld op de fiets. Op koers voor goud.